Boykemper, november afgelopen week lekker afgesloten. Hoe gaan we dat overtreffen in december? Overtreffen wordt heel lastig, want we hebben natuurlijk alles gewonnen in november. Maar ik denk dat we deze lijn gewoon moeten doortrekken met z'n allen. En we spelen nu nog 4 wedstrijden met de beker meegerekend. Het zou mooi zijn als die ook nog alle 4 winnen voor de winststop. Als je kijkt naar het programma, 2 wedstrijden tegen jongploegen, vervolgens tegen Gemert voor de beker, afsluitend tegen NAC. Is dat wat jou betreft ook een perfect programma om het jaar mee af te sluiten? Ik denk dat je ten eerste de jongploegen niet kan onderschatten. Kijk, je weet natuurlijk nooit altijd bij wie er meedoen, vooral als je op maandag speelt. En NAC is ook gewoon een hele lastige wedstrijd. Maar ja, ik denk dat wij, wat ik al zeg, in een goede vorm zijn. Dat we die lijn moeten doortrekken. En ik denk als wij ons eigen spel spelen, dat we dan van iedereen kunnen winnen. We zijn bijna halverwege de competitie. Hoe kijk jij terug op de eerste seizoenshelft? Nou, heel positief. Ik denk, als je aan het begin van het seizoen kijkt, hele jonge groep. Ja, als je een beetje van buitenaf hoort en leest, dan waren we zeker niet de favoriet. Ik weet niet of we dat nu wel zijn, maar als ik voor mezelf mag spreken, denk ik dat we zeker bovenin kunnen meedraaien. En dat we, nu zijn die 6 punten eraf, maar als die erbij zijn, sta je gewoon volgens mij gedeeld 2e zelfs. Dus ik denk dat we zeker bovenin kunnen meedraaien. En dat hebben we ook laten zien in wedstrijden. Dus we mogen zeker positief terugkijken op de eerste seizoen zelf. En als je kijkt naar je persoonlijke ontwikkeling, je hebt jezelf ontwikkeld tot vaste aanvoerder van de ploeg. Hoe kijk je daarnaar? Nou, vind ik een hele eer, weet je. Als ik aanvoerder mag zijn van een club als AD Den Haag. En ik zeg altijd, als je kijkt wat voor jongens we nog meer hebben, weet je wel. Ik vind dat echt een hele eer. Zoals als ik bijvoorbeeld met Daryl, weet je wel. Die heeft een hele mooie competitie gespeeld. Elia, Thomas natuurlijk heel ervaren. Nou, ik vind dat gewoon zeker een eer om aanvoerder te zijn van ADO. Maandag reizen we weer af naar de Galgenwaard. Exact 1 jaar geleden stond de wedstrijd FC Utrecht-ADO Den Haag op programma. Wat weet je nog van die wedstrijd? Die wedstrijd speelden we 1-1. Kwamen we 1-0 achter na rust. Speelde volgens mij wel gewoon een redelijk stabiele wedstrijd. Toen daarna, hun pakte toen een rode kaart. Kwamen we het beter in de wedstrijd. Maakten we ook de 1-1. En toen op het laatste was zelfs nog kans om de 2-1 te maken. Alleen helaas gebeurde dat niet. En eindigde de wedstrijd in 1-1. En met wat voor gevoel ga je nu naar die wedstrijd toe? Ja, het is nu natuurlijk tegen de 2e van Utrecht. Maar ja, net wat ik al zeg, weet je, tegen jongploeg is altijd, ik vind die teams altijd een beetje onvoorspelbaar. Dus je moet gewoon zeker met volle focus daar naartoe. En niet onderschatten. En dan gaan we nu gewoon wel voor een positief resultaat. En voor het eerst 5 wedstrijden op rij winnen sinds 2011? Dat wist ik niet, maar dat zou helemaal mooi meegenomen zijn.